Gerlin Oort is afgelopen vrijdag beëdigd tot kandidaat-notaris. Bij het Hof van Justitie heeft zij de eed afgelegd. Waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoel Baks, drukte de pas beëdigde kandidaat-notaris op het hart alle competenties horende bij het beroep verder te ontwikkelen. Hij adviseerde haar ook om zich verder te bekwamen en in te zetten voor verdere groei in dit beroep, wil zij op deskundige, snelle, nauwkeurige, integere en betamelijke wijze de gemeenschap dienen. U heeft 2 jaar in praktijk op zitten en u voldoet aan de overige vereisten voor beëdiging om toegelaten te worden tot kandidaat-notaris, zei de waarnemend hofpresident. Met deze praktische ervaring is hij ervan overtuigd dat Oort een goede job zal klaren. Verwaarloost u de integriteit van en binnen het beroep nooit en voorkom om burgers achterloos in de kosten te jagen, zei Rasoel Baks. Hij hield de kandidaat-notaris verder voor dat zij moet werken aan een goede en een nauwgezette voorbereiding van elke akte. De nieuwe kandidaat-notaris Oort zegt dat het een uitdaging is die ze met beide handen zal oppakken. Ze erkent dat ze een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen die ze bereid is te dragen.